Wist je dat België tegen 2050 zijn CO2-uitstoot met 80-95% moet verminderen? Gelukkig zijn er architecten die ons helpen door duurzame gebouwen te ontwerpen. Vandaag gaan wij langs bij zo'n architect. Als we moeten uitleggen wat G-Design juist doet, dan denk ik dat we best even een kijkje nemen naar onze klanten. Enerzijds werken wij voor maakbedrijven, anderzijds ontwikkelen we residentiële projecten. Bij de maakbedrijven gaan we uitermate op flow werken en bij die maakbedrijven ga je bij ons in ons klantenbestand een redelijk deel aan voedingsbedrijven terugvinden. Aan de residentiële kant ga je zien dat we daar de mens gaan centraal stellen binnen de omgeving dat we creëren en we gaan ervoor zorgen dat die omgeving op schaal komt van zijn omgeving. Hoe zijn de interacties? In een dorp kan je geen massaproject neerpoten als het niet op schaal is van het dorp. Wat ons vooral differentieert, is het feit dat wij specialist zijn en geen generalist. Onze klanten situeren zich vooral in de maakindustrie en zijn ook bouwpromotoren en we werken dus uitsluitend B2B. Wat ons verder nog differentieert, is zoals onze baseline het al zegt, where beauty meets purpose. Wij maken niet alleen mooie gebouwen, maar vooral gebouwen die dat logisch in elkaar zitten en die efficiënt zijn. Dat doen wij door flowmatig te gaan ontwerpen, door de juiste materialen op de juiste plaatsen toe te passen en door ook vooral future-proof gebouwen te gaan ontwerpen.